Vandaag starten de Nijmeegse Jumbo-supermarkten met opnieuw een spaaractie. Net als vorig jaar kun je Nijmeegse plaatjes over de geschiedenis van de verschillende wijken sparen. 371 stickers moeten er bij elkaar gespaard worden. Daarvoor heb je dan wel 12 in plaats van 8 weken de tijd. In totaal worden er naar verwachting 5 miljoen plaatjes meegegeven aan de spaarders. Vorig jaar ging het over Nijmegen in het algemeen. Dus we konden klanten 8 weken lang kaartjes sparen. 300 kaartjes totaal. Bij aankopen natuurlijk in de winkel. Dit jaar hebben we het uitgebreid, maar we hebben gezien dat de beleving zo groot was. Dat we 12 weken tijd ervoor hebben genomen. Met een nog grotere afsluiting in het Goffertstadion op 18 april. Ja, ik vind het wel een heel bijzondere actie. Kijk, dat we van die spaaracties via supermarkten hebben met plakplaatjes, hè, voetballers, dieren, nou noem maar op, kennen we. Maar dit is een boek waarin alle 44 Nijmeegse wijken aan de hand van oude foto's van 10 jaar geleden, van 5 jaar geleden, in beeld worden gebracht. En de kunst is natuurlijk om al die foto's, die plaatjes bij elkaar te sparen. En ik vind het echt een heel bijzonder initiatief, want je denkt, is er iemand in geïnteresseerd? Nou, ik begreep, vorig jaar hebben ze er 10.000 boeken van uitgegeven. En dit jaar wordt het er waarschijnlijk nog meer. Het is een hele mooie, laagdrempelige manier om mensen ook met de geschiedenis van hun eigen wijk in contact te brengen. Ik heb één pagina al mogen zien. Van de Biezen ging je over, toevallig waar we zijn natuurlijk, die wijk. En dan zijn er bekende dingen in. Maar er staan ook wel plaatjes in van 30, 40 jaar geleden. Een gebouw wat gesloopt is. Ja, dat ken ik ook niet. En dan is het toch wel leuk. Wat vooral heel leuk is, besef ik, soms heb je foto's wel alles gezien. Maar die heb je niet thuis. En nu heb je ze straks thuis. Dan heb je toch een mooi overzicht van hoe de stad is en vooral hoe de stad was. Nou, de burgemeester noemde het net dat er ook dingen in staan die misschien al niet meer bestaan. Maar die je toch nog terug kunt vinden in het boek van vroeger. Dat, natuurlijk, dat wel, ja. Ja. Die actie duurt in totaal 12 weken. Die sluit af op 12 april. En dan hebben we een week later op 18 april van 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds in het Goffertstadion nog een ruilmiddag.